Waar ik me al jaren over verbaas, is het feit dat de politiek in de volle breedte bijna niet praat over de enorme opgave die de energietransitie is. We moeten ons realiseren dat we anderhalve eeuw lang is de hele economie is voortgestuwd door fossiele brandstoffen. En daar moeten we nu in betrekkelijk korte tijd vanaf zien te komen. Ja. Wij zijn zwaar verslaafden. Die moeten afkicken. Nou, ja. Dat is een heel moeizaam en ook pijnlijk proces. En dat vond ik ook zo kwalijk van die... Maar de punten die nu hier ter tafel komen zijn... is dat deze onderdelen van het proces, nog los van de ernstige diagnose... de hele manier, het proces al... Maar dat is precies wat ik bedoel. Daar is men nooit voor gewaarschuwd. Dat we nu eindelijk die maatregelen gaan nemen... en ik ga er nog altijd vanuit dat we daar vrijdag gewoon... inderdaad het een en ander voor zullen zien. het wordt steeds gemaakt. Het is bij dit soort onderhandelingen is het altijd zo... dat de laatste dagen wordt er via de media gespeeld. Dus iedereen probeert nog druk op die ketel te zetten... en uiteindelijk is er gewoon een akkoord. Dus dat zie ik vrijdag ook gewoon komen. Maar waar het mij om gaat, is dat er nooit echt over die kosten gesproken is. En dat nu bijvoorbeeld ook een Buma van het CDA... eigenlijk suggereert dat er alternatieven zijn. Nee, er zijn geen alternatieven. We zullen dit moeten doen. De grote vraag is alleen... hoe kunnen we die kosten het beste verdelen? Nou, we zijn nogal een nivellerend land in Nederland... in tegenstelling tot veel andere landen in de wereld. Dus ik ga ervan uit dat de politiek in grote meerderheid... er gewoon voor gaat zorgen dat die kosten niet onevenredig... bij armere mensen terechtkomen. Dat is volgens mij de crux. Het gaat er niet om of we het moeten doen. Het gaat erom hoe gaan we die kosten verdelen.